Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik ben vandaag niet thuis, of ik start deze vlog alleszins niet thuis. Het is vandaag zondag en ik ben met Bioderma naar het zuiden van Frankrijk gekomen. Echt, wow! En een paar dagjes lekker verwend te worden in het zuiden van Frankrijk. Echt, ik mag mijn twee pollen kussen dat ik hier mag zijn en dat ik hier zo in de watten gelegd ga worden. Zalig. Dus ik ga jullie zoals altijd weer meenemen. Mijn stem is nog altijd een beetje hees. Ik ben al echt zo keiveel theetjes aan het drinken. Maar het wordt er niet echt beter op. Dus ik probeer mij ook zo wel een beetje stil te houden. Maar ik heb een beetje een babbelkont, dus dat is een beetje moeilijk. We zijn vanmorgen dus hierheen gevlogen. We hebben lekker geluncht. Een facial al gehad. Dat heb ik allemaal niet zo heel erg kunnen filmen. Want ja, weet je, je leert toch zo wat nieuwe mensen kennen. Zo. Een beetje awkward als je gelijk de camera erbij pakt. Facial gehad, dus dat was in de spa met nog iemand van de groep de kamer erbij. En ik ben dus nu op de kamer. We hebben nog wel een paar uurtjes tot het avondeten. Mijn kamer was ook iets later klaar. Dus ik ga het laten zien. Oh, dat is zo mooi. We komen binnen en dan hebben we aan deze kant zo'n mooie badkamer. Kijk, die badkuip. Aan de overkant hier, een dressing. Maar echt gewoon een full-on dressing. Ik heb eigenlijk alles al proberen op te hangen, wat zo min mogelijk kreukt. Ik heb een mooi jurkje voor vanavond. Maar best wel een kreukelstofje. Maar langs de andere kant denk ik ook, ja, als ik daar gewoon 1 minuut op ga zitten, gaat dat ook gekreukt. Dus ik ga er niet te hard over stressen. Heel mooi jurkje. Ga ik jullie vanavond aan laten zien. De wc, niet zo super interessant. En dan komen we in het woon/slaapgedeelte. En dan zithoekje en een gigantisch bed, dat deze nacht helemaal voor mij alleen is. Oh, zalig. En dan ook nog een terras. Ik ben zelfs nog niet op het terras geweest. Oké. Okay. Nice. Kijk eens. Heerlijk terrasje. Daar in de verte allemaal mooie wijngaartjes en dingen. Oh. Ik heb daar juist een hele uitleg gehad over hoe ik de deur moest dicht doen. Ja, oké. Okay. Ik heb alleszins nu mijn badpak aangedaan en daar gewoon dit leuke jurkje over gedaan als cover. En ik ga eens richting het zwembad venturen. Ik heb daar vanmiddag al een klein uurtje gezeten en ik ben dus gewoon los als een blok in slaap gevallen. We hadden allemaal een uur gekregen voor de facial en ik had gelukkig een wekkertje gezet, maar ik had dus ook mijn oortjes in. Om naar de nieuwe aflevering van de Volksjury te luisteren. Er was nog niemand van de groep aan het zwemmen, dus ik dacht, ik permitteer mezelf hier nu even een momentje Volksjury. En ik ben dus gewoon keihard in slaap gevallen. Echt heerlijk. Een zalige snooze. Oh my, zalig. Het is ondertussen 8:30. Ik ben klaargemaakt voor het eten. Ik ben weer opnieuw opgemaakt. En ik besefte mij dat ik mijn outfit ben vergeten te filmen. Dus ik ga jullie hier even neerzetten. En mijn outfit filmen, want ik ben er eigenlijk wel super enthousiast over. Ik ga wel snel doen, want ik denk dat ze op mij aan het wachten zijn. Ik heb een lange witte linnen jurk aan. Het is een leuke strik. Die is wat oversized hier. Een beetje open. Echt heel tof. Ik ga praten en dan doorwandelen. Echt, oh, dit is echt weer zo comfy, maar zo leuk. Ik ben weer terug op de kamer. Ik ga hier gelijk even mijn gordijnen dicht doen. Niks is zo creepy als licht binnen en donker buiten. Maar ik heb dus daarnet gewoon helemaal mijn verhaal niet kunnen afmaken over mijn outfit. Dus, voilà. Ik vond het wel een hele toffe. Maar dus deze is van Goods & Gusto. En ik draag hier een small in. Zij valt wel redelijk groot. En schoentjes zijn Primark. Maar wel 2 jaar geleden, denk ik. Ik heb die ook in het geel. Ik ga me nu ontschminken, want ik denk dat het ondertussen 11:30 is of zo. Dus ja. Lekker dit bed voor mij alleen.
Goedemorgen, het is vandaag maandag. Moest er even aan denken. Ah, ik heb lekker geslapen, ik ben wakker. Ik heb net met Zoe en Finn gefacetimed. Voilà, ik ben helemaal klaar voor vandaag. Ik ben net wel buiten gegaan en het is best nog wel wat fris, dus ik ga nog een truitje meenemen. Maar dit is de outfit van vandaag. Wit blouseje, hetzelfde als ik gisterenochtend aan had. Shortje, All Stars. En voilà. Voilà, dat gaan we plaats besparen in mijn tas. Die kunnen we hier blijven. Deze in de zak. We zijn aan de fabriek waar ze alle producten maken. En hier gaan we nu een rondleiding krijgen. Super interessant. We hebben het ook de laboratoria gezien en zo, maar dan mochten we geen foto's of niet filmen. Fast forward een paar uurtjes. Ik ben weer op de kamer en klaar om naar het zwembad te gaan. Het is 5:20 en we gaan toch nog even lekker een uurtje aan het zwembad liggen, denk ik. We hebben vanavond nog een yoga-sessie op de planning staan en daarna gaan we lekker uit eten. Morgen ook nog een hele dag en we vliegen pas, we komen pas toch wel redelijk laat aan terug op Zaventem. Dus dat wordt pittig woensdagmorgen. Ik heb vandaag niet zo heel veel kunnen filmen, omdat er dus op heel veel plekken niet gefilmd mocht worden. We hebben een rondleiding gereden in labo's en ook in de fabriek. Maar in beide mochten we dus niet filmen vanwege de privacy van de mensen die daar werken. Maar ik hoop dat jullie toch wel een leuke impressie krijgen van ons tripje hier. Ik ben ingepakt. Oh, het is weer tijd om uit te checken. Bye bye kamer. I will miss you. En sowieso dit hotel. Oh my god. Als ik hier ooit nog eens op eigen houtje kan verblijven. Dat zijn echt goals. We hebben nog een hele leuke middag voor ons. Dus het is nog niet gedaan. Maar het hotel gaan we wel verlaten nu. In de vineyard. We zijn aangekomen op een château om wijn te gaan proeven. En ze zijn hier een bruiloft aan het opzetten of toch iets. Oh, echt de dream. Maar echt al zin in. Ga met die bruiloft. Het is een middernacht. Ik heb even mijn toiletzakje uit mijn koffertje gehaald voor morgenochtend. Morgenochtend moet ik aan de slag. Ik moet er om 4:00 uit, dus ik ga echt nog 4 uurtjes kunnen slapen.
iPad gepakt en we hebben na ons tripje echt heel veel mooie productjes meegekregen. Deze kende ik al, Bioderma, hun micellair water. En wat zo leuk is aan deze merken eigenlijk allemaal, is dat er dus een heel deel 100% biodegradable is. En dat ze dat eigenlijk als doel stellen voor al hun producten. Micellair water is volgens mij een van hun eerste producten. Echt heel fijn, heel effectief. Deze kende ik nog niet. Die ga ik eens beginnen testen. Anti-itching very dry. Dus ik denk dat ik zo deze zo wat ga houden voor de winter. Dat gaat er een heel goede voor zijn. En dan heb ik deze ook leren kennen. Ook een hele toffe. Het is een soort van Hydra Booster Mist. Echt een soort van spray. Ik weet niet of jullie dat hebben kunnen zien. Dat je over je gezicht sprayt. Zo doorheen de dag. Als je merkt van, oh, ik heb even zo'n pep-up nodig. Of ik voel een beetje droogtrekkerig. Bijvoorbeeld op vliegtuigen zit super fijn. En dan moet je dat even goed indeppen op de huid. En dan kan je er weer tegen. Je kan gewoon over je make-up. Dat soort dingen. Dus deze ga ik denk ik wel in mijn werktas steken. Want ik heb dat wel vaak. Zeker nu met masker. Dat mijn gezicht echt zo vaak trekkerig is en zo. Dus die gaat in mijn werktas. Hallo, het is ondertussen woensdagavond. Ik ben lekker gedoucht. Wij zijn afgelopen nacht thuisgekomen, zoals jullie hebben gezien. Ik ben vanmorgen weer vroeg gaan werken. Ik ben Finn vandaag lekker vroeg van de opvang gaan halen. Super fijn. Lekker quality time met hem gehad vanmiddag. En ben lekker gedoucht. Zoe is aan het koken voor ons. Ik heb niet echt geslapen. Ik heb vannacht maar 4 uur geslapen. En vanmiddag kon ik echt niet slapen. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ik gewoon te excited was om naar Finn te gaan. En ze waren hier ook de ramen deels komen afwerken. Dus het was weer een beetje alles door elkaar. Dus ik had zoiets van, oké, nee, ik ga gewoon even iets nuttigs doen. Ga ik Finn halen. Lekker vroeg. En dan ga ik gewoon vanavond op tijd op de zetel ploffen. Dus dat is exact wat ik ga doen. Gewoon een lekker avondje. Gewoon lekker avondje chill. Echt zalig. Ik weet eigenlijk al niet meer waarom ik hier ben. Maar toch heb ik zin om hier even te komen kijken. Maar ik had iets nodig, maar ik weet het eigenlijk niet meer wat het was. Goed bezig. Een kuitje. Zou ze mandjes binnen hebben. De herfstspullen zijn begonnen. Dit staat al. En zo wat verloren notenkrakers. Maar het is zo wat hetzelfde assortiment als andere jaren. Deze zijn wel cute. Die vind ik wel heel schattig. Wel leuke van die pikdingen. Berries. Ik vind die witte wel heel tof. Blaadjes. Bomstammen. Kegel. Een beetje van alles. En ook wat Halloween dingetjes. Nog niks dat ik nog niet gezien heb, moet ik zeggen. Niet overtuigd. Nee. Het is ondertussen donderdag namiddag. Ik ben vanmorgen gaan werken. Ik heb een dutje gedaan. En ik ben net even op mijn gemakje een hele tour langs zo wat winkels gaan doen. Zo wat. Eerst leuke winkels, dat hebben jullie gezien. Ik heb daar wat gevlogd. Ik was mijn camera vergeten, maar ik heb wat gevlogd. Zoals de Action, de Casa, that kind of stores. En dan ook even de supermarkt. En dan stond ik aan de kassa bij Lidl en toen dacht ik, ah, damn, ik ben van alles vergeten. Dus dan heb ik nog het supermarkt gedaan. Maar dat kwam eigenlijk wel goed uit, want daar heb ik zo wat drankjes kunnen kopen. Dus het kwam eigenlijk allemaal wel redelijk goed uit. Ik ga nu eens even de boel opruimen dat onze keuken is. En ik heb zo wat iets nieuws gekocht voor hier. Ik wil daar zoiets mee doen met die plank en zo.
Dus dan ga ik het even installeren en eens kijken of ik dat leuk vind. En anders moet ik het terugbrengen, maar maakt op zich niet uit. Maar dus voilà, onze keuken. Ba ba ba. Bla bla bla. Je hoort de ijskar op de achtergrond. Ik ga hier de deur ook openzetten. Echt. Oh, ze zijn gisteren siliconen komen spuiten om de binnenkant van onze ramen open te zetten. Oh, en dat stinkt. Dus voilà, dat is het plan van nu. Even hier alles opruimen. Koelkast weer even organiseren, want het ziet er niet uit. Maar oké, let's do it. We zijn aan het koken. We zijn een tagine aan het maken. Ik zal het recept hieronder wel even linken. Wij hebben er alleen zelf wat extra groenten nog doorgedaan. We hebben er wat broccoli en wat wortelen doorgedaan. Voor omdat we dan iets meer groentjes en wat meer bite en zo hebben. Dat is nog een van mijn aankopen geweest van vanmiddag. Zo'n grote ronde plank, want ik wilde graag zo een laagjes effect creëren. Ik weet alleen of niet dat ik hem hier ga laten staan of dat ik hem daar ga zetten. Dat moet ik even bekijken. Maar ik vind de combinatie van de twee wel heel mooi, omdat ze zo niet te hard hetzelfde zijn, maar toch ja, een beetje hetzelfde. Maar ik vind ze echt heel mooi, de planken. Zo, ik wou graag een ronde met zo'n steel naar beneden en dan zo'n wat vierkantachtig. Maar deze is zo wat, ik weet niet, zo wat grover of zo. Heel tof. Ik weet alleen nog niet het combinatie met de fruitmand, wat ik ervan vind. Daar moet ik nog eens over nadenken. Maar daarmee heb ik het kaartje er nog even aangelaten. Dan kan ik nog beslissen, maar ik denk wel dat ik hem heel mooi vind. Mm. Voilà, lekker. Eten klaar. Met een visje erbij. En een beetje couscous. Oh, ik heb hier nog groenten op mijn bord. En we gaan Temptation kijken. Want iemand die ik ken doet mee. Donna doet mee. Super cool. Dus we moeten wel gezien hebben. Ik had nog niet kunnen kijken naar de eerste afleveringen. Die waren al afgelopen zondag online gekomen. Of uitgezonden geweest. Maar kunnen we nu even kijken. Ik ben net wakker van een heerlijk dutje. Ik had gerust nog een uur langer op de zetel willen blijven hangen. Maar dat ga ik niet doen. En ik heb iets leuks om met jullie te delen. Ik had een hele bestelling gedaan bij Zara voor Finn. Voor de herfst, voor de winter al een beetje. Ik dacht, ik ga die eens even met jullie delen. Ik ben er zo wat snel doorgegaan. Er zijn een aantal dingen dat ik denk dat ik moet terugsturen voor een andere maat te vragen. Ga ik vanmiddag even snel doen dan allemaal. Ik moet vanmiddag toch even een klein rondje maken met allemaal dingen. Dus dat ga ik dan vanmiddag even doen. Dus dan dacht ik, dan ga ik het nog snel even delen met jullie. Zoveel cute dingen bij Zara dit jaar. Echt niet normaal. Ik vind sowieso altijd wel heel erg mijn ding daar. En ik kon niet echt mijn ding vinden op Vinted. Meestal probeer ik zo per seizoen wel een bestelling te plaatsen op Vinted voor Finn. Met zo wat basics en zo wat leuke dingen. Nog niet echt mijn ding gevonden. Dus ik heb al eerst even een bestelling geplaatst bij Zara. Hoewel ik wel Finns winterjas, zijn main winterjas gevonden heb op Vinted. Die had ik al lang op het oog. En die heb ik dan ook gelijk besteld. Dus ja, goed. Heel veel schattige dingen. Ik zal ook beginnen bij deze. Kijk hoe cute. Vorig jaar had ik 0 winterjasjes voor Finn. En dit jaar dus 3. Allee, alleszins winterjasjes. Ik heb echt een heel dikke, goede, winddichte winterjas die echt warm is. Dan heb ik zo wat een jeans pilootjasje-achtig iets. En dan deze. Een bodywarmertje. Heel schattig. Daar hangt hier een dingetje aan. Heel cute. In zo'n soort groenachtig kleurtje. Ik vond dat heel schattig. Dus ik dacht, dat gaat heel tof zijn voor de herfst. En misschien voor het begin van de winter. En dan had ik zo wel al wat in mijn hoofd, wat combinaties gemaakt. Gewoon een goede basic. Deze. Ik heb alles in 18 tot 24 maanden besteld. Maar er is dus een deel dat echt wel te groot is. En dat volgens mij wel echt terug gaat moeten. En daar ga ik dan een maatje kleiner van bestellen. Deze is bijvoorbeeld 12 tot 18 maanden. Maar als ik dat dan bekijk, dan denk ik, ja, ik ben blij dat ik dat dan genomen heb. Want hij is 18 maanden in oktober, als ik het goed heb. Maar als ik dit bekijk, had dit wel echt niet groter moeten zijn. Maar dit is dan bijvoorbeeld een maat groter. En dat gaat zeker oké zijn. Dat mag best ook wel een beetje baggy zijn en zo. En dan had ik daar ook een broekje bij besteld. Dat is deze. Zo'n grijzig jeansje. Dat zo een heel klein beetje destroyed is hier. En op de poep een heel klein beetje destroyed. Maar heel schattig. Met een comfy waistband. Heel tof. Deze is wel 18 tot 24 maanden. Aangezien zijn benen best wel lang zijn. En dan die combinatie vond ik ook wel echt heel cute.
Dus dat. En dan heb ik deze besteld. Zo wat meer een 90s trui. Die is wel wat groot ook, maar dat mag best wel wat baggy zijn. Die is 18 tot 24 maanden. Zo'n blauwe trui met Great Mood. En op de achterkant staat ook een redelijk grote tekst. Ik moet zeggen, meestal ben ik niet zo fan van grote teksten. Maar ja, deze vond ik wel echt heel cute. Dus ja, deze, die is donkerblauw. Die is zo wat, ja, ik weet dat niet, zo van dat petrolblauw zou ik dat noemen. Petrol blue of zo. En dan gewoon een lekker joggingbroekje. Gewoon een zwarte jogging. Heerlijk voor de wintermaanden. En dan deze, oh my god. Deze is zo schattig. Zo wat een hemd. En ik denk dat ik deze vooral hem open ga laten dragen. Dat vind ik zo cute. En dan misschien met iets wit eronder. Een wit truitje met lange mouwen of zo. Voor extra laagje. Echt super cute. En kijk de achterkant. Oh, dit vind ik echt leuk. Dit zijn zo van die... ik weet niet. Zo van die character dingen die ik echt heel tof vind. Zo wat iets subtieler. Maar blijkbaar hebben ze dus bij Zara een Disney Baby collectie. Die was ook wel iets duurder, vond ik. Die was €20 voor een babyhemdje. Dat is toch wel al iets duurder. En dan de items die ik terug ga sturen om een andere maat in te bestellen. Dat zijn de salopetjes. Ik had twee salopetjes besteld. Deze in het groen. Heel schattig vond ik deze. Heel, heel schattig. Kijk. Met zo'n grote zak op de voorkant. En zo'n baggy achterkantje. Maar ik heb dus wel echt het idee dat dit heel groot is. Ik had deze ook in 18, 24 maanden gekocht. Maar dit is wel echt heel groot naar mijn idee. Dus die ga ik terugsturen. Ga ik toch een maatje kleiner van kopen. Want we hadden voor de zomer ook een salopetje. Van H&M dan wel. Ook in de maat die hij dan nu zou zijn, zogezegd. En dat was echt gewoon... Ja, dat is nog altijd wel te groot. Dus ik denk dat dit gewoon wel echt heel groot is. Ook vooral deze. Omdat het ook al wel zo van die baggy modellen zijn. Ik ben alleen een beetje bang voor zijn benen. Maar dat zullen we dan nog wel zien. En dan deze had ik ook besteld. Super cute. Kijk die zak hier. Hoe schattig is deze? Zo wat asymmetrisch zakje. En had ik een mutsje besteld. Maar die is veel te klein. Het was wel een gokje. Hij was 6 tot 12 maanden. Hij heeft wel een hoofdje dat wat aan de kleinere kant is. Dus ik dacht, ik gok het erop. Maar het is wel echt heel strak. Maar, dus. Deze gaat terug. Dat is spijtig. Dat had ik wel heel stoer gevonden. Samen met zijn salopetje zo. Oh my god. Kei stoer. Maar ik heb al een ander mutsje op zijn lijstje gezet voor de winter. Met bijhorend sjaaltje. Dus dan, voilà. En dan als laatste had ik een paar schoentjes. En ik weet niet of dat Finu zo kleine voeten heeft. Maar dus ik had dit bij iemand gezien op Instagram dat ze die schoenen besteld had. En dat kindje is misschien 2 maanden ouder dan Finn. En de kleinste maat die ik bij Zara kon bestellen was maat 21. Maar Finn zijn voet komt letterlijk tot hier. Dus ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar... Ja, ze bestaan deze ook nog in het kleiner. Misschien moet ik op een andere pagina kijken. Moet ik meer bij baby kijken in plaats van bij kids of zo. Ik vond dit alleszins heel schattige schoentjes. Dus ik heb wel besloten van ze te houden. Aangezien dat wel echt heel flexibele, goede schoentjes zijn. En ik heb het idee dat er van binnen wel genoeg steun is. En dat dat wel comfort gaat geven. Maar dat ze toch... zacht genoeg zijn. Ik heb al vaak het idee bij van die echte sneakertjes, zo van die mini Nike's en zo, die ik ook van Finn gekocht had, dat dat toch al wel wat harder is, dat dat zo wat meer dat doet in plaats van de bolling van de voet volgen. Ik ga misschien straks nog eens op de site kijken als ik een kleiner maatje vind, dat ik nog een kleiner maatje bestel. Maar in principe dacht ik ze wel gewoon bij te houden. Dus ik ga 3 dingen terugsturen, waarom ik er 2 in een andere maat ga bestellen. Want ik vond wel alles heel leuk en allemaal heel goed combineerbaar. En er was nog een trui die ik oorspronkelijk in mijn winkelmandje gestoken had, die tegen dat ik het wou gaan bestellen uitverkocht was. Dus ik moet eens even kijken of ze die misschien terug hebben en dan terug bestellen. We hebben morgen volkdag om deze, dus ik dacht ik ga mijn dessert al voorbereiden. Ik ga een key lime pie maken. En ik wilde mijn vulling beginnen. Ik was gisteren alles gaan halen en ik had dus deze nog in de kast staan. Dit is dus echt tricky marketing, hè. Hier staat dus gecondenseerde melk. Dus je denkt, dat is gecondenseerde melk. Dit is geen gecondenseerde melk, hè. En dan ga je kijken hier.
En dan staat daar geëvaporiseerde melk. Rawr. Not the same thing. Dus nu kan ik toch nog naar de winkel. Oh, daar heb ik dus nu echt geen zin in. Ik dacht gewoon straks een paar kleine dingen te doen voordat ik Finn ging halen. Finn gaan halen. Spelen. Slapen. Vlog bewerken voor zondag al. Aangezien dat ik dit weekend daar niet echt tijd voor ga hebben. En eigenlijk ook gewoon eens lekker het weekend vrij wil nemen. Dus dat dacht ik vanavond te doen. Maar nu schuift alles weer een beetje op. Want het is 3:15. Ik dacht rond 4:00 te vertrekken voor mijn dingen te doen. Dus ik ga dan maar nu even snel naar de supermarkt. Hopelijk ben ik dan in 20 minuutjes terug. En heb ik dan nog even ongeveer een half uur de tijd om alles te doen. Of toch alleszins al die key lime pie in de oven te zetten of zo. Het is allemaal gelukt vanmiddag. Het is ondertussen 8:15. Ik ben de vlog grotendeels aan het bewerken. Ik ga ook wel een beetje op tijd in bed kruipen. Want ik heb het nodig. Ik voel het. Maar het is allemaal gelukt. Ik heb mijn rondje kunnen doen met Finn gaan halen. We hebben extra veel quality time gehad vandaag. Want ik ben hem toch wel wat vroeger gaan halen. En dan was ik eigenlijk achteraf gezien wel heel blij om. Mijn key lime pie zit in de koelkast van morgen. Lekker. Key lime pie. Er komt nog een klein laagje over. Maar dat doe je echt op het laatste moment. Zoe heeft zijn ribben voorbereid voor morgen. Die gaan morgen de barbecue op. En verder hebben we nog wat drankjes koud gezet. Lekkere wijntjes, aperol. Allee, we kunnen verder. We zijn helemaal klaar voor een lekker zomers weekendje toch nog. En ik ga daar gewoon keihard van profiteren. En ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Dus ja, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Ik wilde alleszins nog Bioderma en Instituut Estederm echt enorm bedanken. Voor het leuke tripje. We hebben er echt enorm van genoten. Ik heb ook weer een heleboel nieuwe productjes meegekregen. Die productjes ga ik eerst even goed testen. Ik kende al een heel deel van Bioderma. Daar heb ik al wel eerder over gedeeld. Ze hebben onder andere heel goede zonnebescherming ook. En skincare. Zeg maar zo'n BB cream die ik dagelijks gebruik. Een soort zonnecrème, maar dan met een tint erin. Maar echt heel mooi. Maar voor de rest van Instituut Estederm, daar kende ik eigenlijk nog niet echt iets van. Dus die ga ik eerst even zelf heel goed testen. En ja, dan merken jullie vanzelf wel wat de bevindingen zijn. Die laat ik af en toe dan wel eens voorbij komen in de vlog. Als ik er een deftige mening over kan vormen. Goed, ik zie jullie de volgende week weer. Bye!